welkom bij een nieuwe video van Peetje's Haakhobby. En deze video is een video in de serie van Truc naar Vreugde. Deze video had eigenlijk al lang online moeten staan. Maar misschien hebben jullie mijn berichtje gezien. Het was me niet gelukt om hem van tevoren op te nemen door alle drukte met carnaval. Vervolgens was ik echt hartstikke verkouden dat ik nog geen 5 woorden kon zeggen zonder te gaan hoesten. Dus toen lukte het opnemen ook niet. Maar nu dan, alsnog. Dit jaar ga ik in de serie Truc naar Vreugde de Ariadnes uit het jaar 1978 doornemen. En dan wel elke maand de Ariadne van die maand. Waarom 1978? Dat is mijn geboortejaar. Dus ik ben heel benieuwd of ik bekende dingen terug ga zien in de boekjes of niet. Voordat ik de Ariadne erbij ga pakken, wil ik jullie eerst vragen om, als je dat nog niet gedaan hebt, te abonneren op mijn kanaal. Abonneren kost jou verder niets. Mij doe je er een hoop plezier mee. Wil je niks missen van mijn filmpjes? Druk dan ook even op het belletje naast die abonneerknop. Want dan krijg je vanzelf een melding wanneer er een nieuwe video online komt. Goed, de Ariadne dus uit 1978 van februari. Ik ga hem erbij pakken. Kijken jullie mee? Oké, zoals gezegd, de Ariadne uit 1978, de maand februari. Dat is deze. Nou, wat gaan we hier zo al in zien? Borduur met kralen, een klassieke tas. Batik, een dekbedhoes. Brei supersnel mooie truien. Haak fijne kleedjes. Smok voor een nieuwe jurk. Even kijken. Nou, er zit een briefje bij voor de Neckermann-catalogus. Ja, dat weet ik ook nog zo goed uit die tijd. Dan kreeg je van die boekjes thuis. En als je dan iets wilde bestellen. Ja, tegenwoordig gaat dat allemaal via internet. Hè. Klik, klik en je hebt het. Maar ja, dan moest je een formuliertje invullen. Dat opsturen. Even naar de inhoudsopgave kijken. Een reuzentrui. Uit de school geklapt. Deze keer een bezoekje aan de scholengemeenschap De Wellingen in Middelburg. Een verhaal rondom een kraal. Kijk. Blauw op tafel. Bloemen in cirkels. Batik op bed. Aandacht voor smokken. Een rondje haken. Op zoek naar carnaval. Ja, dat is toch weer het carnaval. Hier wel met een K geschreven. Hier schrijven we tegenwoordig met een C. Even kijken, supersnel gebreid. Ajour om de schouders. 2 verschillende moderne sjaaltjes. Ben ik ook benieuwd naar. Geknipt voor mannen. Weven in Nederland op een hoger pijl brengen. Ik had een grote belangstelling 10 jaar geleden begon voor het weven. En er kwamen ook allerlei cursussen. De eerste stormloop is nu voorbij. Voor 1962 kon men voor weeflessen maar op weinig plekken terecht. Aan de Volkshogeschool in Bergen werden cursussen gegeven. Ja, dit is dus wel grappig dat je hier cursussen nog met een K. Dat schrijven we tegenwoordig ook met een C. Hè? Als je interesse had voor een cursus, kon je daarvoor opgeven.
Kun je ook opgeven voor een cursus kantklossen, zie ik hier. En je hebt contactdagen met een K. Ja, dan vraag je dan waarom zijn we dat dan op een gegeven moment met een C gaan schrijven? Dus eigenlijk is dit gewoon een grote reclame voor weef- en kantkloscursussen. Verstandig met je aardgas. Dat is een reclame hoe je kunt besparen. De Ariadne Boekenwijzer. Tips voor boeken. Dit is een boek over patchwork. Wist u dat er in het oude Egypte al een vorm van patchwork bestond? Een boek voor merklappen. Sprang is een boek over vlechttechnieken. Sprang, een oude vlechttechniek die in Nederland bekend is onder de naam Egyptisch vlechten. Even kijken, hedendaags kant. Een boek over batikken. Een boek over paradijselijk, of ja, paradijselijk handwerkboek. Het vervolg op het hemels handwerkboek. Het haak, naai en breipoppenboek. Spelen met spanramen. En dan staat daar nog beschreven hoe je het een en ander kan bestellen. Reclame voor Husqvarna. Mooie naaimachine. Een breiwerkje zonder wolmerk, goedgekeurd en geschonken door Ariadne. Kijk, dit is een sieraad. Is een... Dit is op ware grootte. Een... Oh, kun je als kettingje of als broche kun je het krijgen. Dus als je een nieuwe abonnee opgaf, dan kreeg je dat sieraad gratis. Ik weet niet of ik het nou meteen om mijn nek zou gaan dragen, maar ik vind het wel een heel leuk ding om te zien. Dus eigenlijk tot nog toe... Voornamelijk reclame tegengekomen. Ik ga nog even door. Reclame voor durabele. Kantklossen met Ariadne. Uit de school geklapt. In talrijke scholen in Nederland en België worden tijdens de handwerklessen originele werkstukken gemaakt. Nou, dat is helaas tegenwoordig niet meer zo. Bij ons op school wordt er nog wel volop geknutseld en ook wel geprobeerd om speciale technieken toe te passen en zo. Maar ik herinner me van mezelf, wij hadden vroeger echt één keer in de week... handwerkuurtje en dan kwamen er ook handwerkmoeders en dan ging je ja, breien, borduren, punniken, ik weet niet wat we allemaal gedaan hebben, maar dat was echt, echt handwerken. Even kijken, de vierde klas, naaldvakken van de wellingen aan het werk. Het gaat allemaal over de school, scholengemeenschap de Wellingen in Middelburg. De klas bestaat uit 10 meisjes. Dat is helemaal niet veel.
gaan ze handwerken met bleekwater. Je laat ze een tekening uitknippen en dan op stof leggen. En dan wordt dat met bleekwater bespat. En dan gaan ze nog eens de contouren met verf aangeven. Achter de lap stof wordt vervolgens een lap fiberfil gelegd en de lijnen van de tekening worden doorgestikt. Nu gaat het over pentekeningen. Even kijken. Met borduursteken en kralen wordt het werkstuk tenslotte versierd. En die appels horen inderdaad bij iets anders. Dat zijn pentekeningen. Nou, dat was die. Een verhaal rondom een kraal. Even kijken of de... Kijk, het is allemaal met kraal gemaakt. Leuk zeg. Glazen kralen zijn al eeuwenlang in allerlei handwerkstukken verwerkt. Vaak alleen als versiering, soms als symbool. In Egypte werden veel glazen kralen gemaakt. Ja, leuk. Het meeste kralenwerk is gemaakt in de Biedermeijertijd. En dan gingen ze kralenbeursjes maken. Nou zullen deze niet uit de Biedermeijertijd zijn, wat hier nou af zijn gebeeld, maar wel om een idee te geven. Ook allemaal van kralen gemaakt. Tasjes. Op deze pagina staan verschillende antieke kralentasjes afgebeeld. Ter inspiratie. Ja, leuk. Ik wilde zeggen wel een boel werk, maar ja, welk handwerk is dat nou niet, hè? Oh, kijk nou wat mooi. Dat is echt zo'n grote tas. Kijk nou. Zo leuk. Hier staat dan een beetje uitgelegd. Hoe dat werkt. De kraal, kijk, dit is dan gewoon geborduurd en hier ga je dan met kraaltjes werken. Ja, en verder staat alles in de werkbladen, maar die ga ik niet laten zien, want er staan ook patronen en zo in. Maar hier staat in ieder geval een teltekening in van hoe je die tas kunt maken. Ja, leuk. En dan gaan we naar het stukje blauw op tafel. Ja, dat is duidelijk te zien dat het blauw is. Bloemen en vruchten borduren en appliceren. Appliceren. Het is gewoon een blauw tafellaken waar dan van alles op geborduurd is. Hier staan die geborduurde patroontjes nog eens uitvergroot. Het is echt wel heel leuk, hè? Ja, kersen.
en pramen. Perziken. Rode bessen. Aardbeidjes. En noten zo te zien. En zo kun je dus een heel tafellaken opleuken. Nou, dan gaan we naar het batikken. Kijk eens hoe ze lief liggen te slapen. Kijk dan. Batik eens in dekbedhozen. Dan hebben ze zo te zien alle vierkantjes op verschillende manieren gebatikt. Koop herenzakdoeken, verzin eenvoudige motiefjes, organiseer een gezellige batikmiddag. En zigzag tenslotte de zakdoeken aan elkaar. Ah, dat zijn allemaal zakdoeken. En dan elk op hun eigen manier gebatikt. En dan zo een dekbed ervan gemaakt. Er staat hier op de volgende pagina staat beschreven hoe er kan worden gebatikt. En er staat hier aandacht voor smokken. Even kijken waar is het. Oh, wacht, volgens mij zit er. Ja, kijk, daar is hier de bladzijde dat gewoon dubbel. Kijk, hier hebben ze het ook als tafellaken en als servetten gebruikt. En hier staan dan verschillende maniertjes. Hier staat allereerst wat ze nodig. Ik dacht echt is handig zo'n bijeengebonden jaargang. Maar om dingen te laten zien is het eigenlijk helemaal niet handig. Okay. Hier staan alle materialen die ze gebruikt hebben. Een lap katoen. De verf. Soda, zout, was, chantings, punaises, een weegschaal, een emaille bak, plastic handschoenen, een pannetje, een kookplaatje, penselen, keukenpapier, een schaar en een houten raam. Nou, daar komt nogal wat bij kijken, zeg. Kijk, en dan ga je hier. Een lap katoen kan gemakkelijk met punaises op het houten raam worden vastgezet. Met een penseel en een chanting wordt de hete vloeibare was op het stof gebracht. Plastic handschoenen beschermen de handen als het verfbad wordt klaargemaakt. Na een kwartier mag de soda in het bad worden gedaan. Na het verven, wassen en drogen van de lapstof wordt de was eruit gestreken. Is het batikproces achter de rug, dan kunnen er van de lap allerlei dingen worden gemaakt. Dus die was, die wordt dan op de delen gedaan die wit moeten blijven, zodat daar de verf niet opgenomen wordt. En dan doe je die lap stof gewoon in die bak verf. En alles waar de was niet zit, dat wordt dan ja, in dit geval blauw. En de rest blijft wit. En zo kun je dus allerlei patroontjes maken. Nou, en dan komen we naar bij het aandacht voor smokken. Hier zit nog een los reclame dingetje in. Receptkaarten te verzamelen. Ontdek een tafel thuis waarop in Frankrijk de
rijting tot de lekkerste vissoort wordt gerekend. Tafelen thuis, ja, kan je een abonnement voor afsluiten. Is een uniek leer terwijl u doet programma van 12 maanden waarin u kunt uitgroeien tot een vaardige geroutineerde grootmeester in de keuken. Zo. Maar wij zijn hier niet voor het koken, maar voor het handwerken. Smokken in beeld. Smokken, zeggen ze hier, is een oude handwerktechniek die weer terug is in het modebeeld. Bij smokwerk wordt een aantal fijne plooitjes in de stof gemaakt en met borduursteken vastgezet. Afhankelijk van de gebruikte borduursteken is smokwerk veel of weinig elastisch. En hier zie je dan een aantal voorbeeldjes van het smokken. En hier staat dan uitgelegd hoe het werkt. Teken horizontale rijen. En dan ga je er met een naald en draad doorheen. Dan ga je het aantrekken. Dan ga je het stomen. De ouderwetse fluitketel blijf je dan toch nodig hebben. En hier gaat het op geborduurd worden. Dit is de steelsteek, de versprongen steelsteek. De steelsteek zigzagsgewijs. De Engelse smoksteek. De chevron of puntsteek. En de golfsteek. Hier staat dan verder natuurlijk ook helemaal uitgelegd hoe het dan allemaal moet. Kijk nou, een rondje haak. Oeh, die is wel gaaf hoor. Vroeger in de handwerklessen moesten de meeste meisjes kleine kleedjes haken. Omdat ze nog niet veel haakervaring hadden, werden de werkstukjes niet altijd een groot succes. De een haakte te vast, de ander te los en een derde moest het zo vaak uithalen dat het resultaat een smoezelig kleedje was. Nou, lekker positief. Heb je later meer haakervaring, dan blijkt pas dat het haken van zo'n kleedje toch heel leuk kan zijn. Probeer het nu maar weer eens. Oh, dus ze gaan er al van uit dat mensen dit eigenlijk niet leuk vonden. En het er nu alsnog leuk hebben. Ja, ik vind hem wel gaaf hoor. En hier staat er ook eentje. Ja, leuk zeg. Kijk, er staat er dan ook ergens een patroon van. Als ze zeggen van, dan ga het nu nog maar eens proberen. Hier reclame voor tapijtknopen. Dat je pakketten kan bestellen. Nou, hier komen. Wat is lekkerder dan boter bij de vis? Knor currysaus. Even kijken, hier komt even een stukje buiten beeld, want hier komen de werkpatronen. Ik doe even wel stiekem kijken of dat gaat. Ja, het rondje haken. Staat het patroon, van alle twee die rondjes staat het patroon erin. Gemaakt van een DMC haakgaren. Nummer 60 of 70. Ja. Leuk. Ik sla even nu dan het hele boekje met de werkbladen en patronen over. Zo. Beter breien met Neveda.
reclame voor Zareska breigarend. Voor maar 1,95 gulden. Heb je dit haakboek. En dan komt het, hè. Op zoek naar carnaval. Voorzichtig schuifelen ze langs de muur als hazen zo bang. Ze zijn op zoek naar een leuk feest. Eén van de twee begint te giechelen. De ander kijkt op en jubelt dan. Carnaval! Zin in zo'n poezekonijnenfeest? Koop dan een bodystocking, trek gimpjes aan en maak een konijnen- of poezemuts. Ja, trek een bodystocking aan, maak er een staartje op en maak een muts. En je carnavalsoutfit is klaar, zeggen ze dus. Nou, denk ik niet dat er tegenwoordig nog veel mensen zo rond gaan lopen. Maar het idee is natuurlijk wel leuk en eenvoudig. Ook heet hij niet heel erg blij. Voor carnaval of de opera. Uitgangspunt is een kolossale trui waar je dan pomponnen aan maakt, aan draadjes, stukjes lontwol, verf je gymschoenen. Als je de trui niet versiert, dan kun je er bijvoorbeeld mee naar een opera. Oké. Hier zijn allemaal pomponnen aangemaakt. En die hebben ze allemaal draadjes aan de trui gemaakt. Supersnel gebreid. Truien, sjaals en mutsen die je in een mum van tijd kunt nabreien. Doet u mee? Neem dan dikke naalden en brei met minstens 2 draden. We beginnen onze vrolijke serie met, modellen voor groenliefhebbers. Ja, en dan denk ik, waarom is een model dan speciaal voor groen? Dat kun je toch gewoon in alle kleuren maken die je wilt. Maar ja, een V-hals met vleermuismouwen. Een lekker warm, zo'n dikke trui in fantasiepatroon met kool. Ook aardig voor mannen. En dit is dan ruitjesfantasie. Heeft ingezette mouwen. Twee pagina's vol rode kabelideetjes. Ja, ook wederom denk je, ja, dat kun je toch in elke kleur maken. Oeh, stiekem reclame voor Coca-Cola. Oh ja, hier zie je de kabels wel. Bovenlangs. En dan hier. Klompschoenen. Snel een sjaal met zakken breien. Een muts voorbij een trui. Die is wel leuk. Met die rand zo. Zo'n kabelrand. En een trui voor mannen en vrouwen met een split en een kraag en kabels. Oh, dan gaan we naar geel. Een mouwloos vestje. Een muts met pompon. En dan witte lintjes versieren bij deze trui de raglannade. Weer een trui die iedereen aan kan. Dus zowel voor mannen als vrouwen. Heeft ze nou ook gebreide sokken aan? Nou,
mij niet. Nou, dan kijk je alleen net of de Coca-Cola een beetje geel is geworden. Er is nog een trui die dwars gebreid is. Dwars breien, dat moet u doen als u deze gele trui met witte garneringen wilt maken. Met een zakje op de borst. En dan gaan we hier nog naar. Is voor mensen die graag opvallen, staat erbij. Een trui met land. Oh, met landschap. Een trui met landschap. Zo'n model kan in een paar avonden worden nagemaakt. En nog een landschap, maar dan op een sprei. Dus dan kun je in die trui met bijpassende sprei op de bank gaan liggen 's avonds. Een spencer. De kralen of iets op. Die spencer is ideaal voor handwerksters zonder breiervaring. Oké. En dan een trui gemaakt van katoen met lintjes en strikjes. De finale, een losgebreide V-hals. Met weer de cola. Nou, dan gaan we weer naar reclame. Dus ik denk dat we bijna aan het einde van dit boekje zijn. Een jaarboek met breienhaken handwerken. Dat is toch allemaal handwerk wat hier staat. Spinnen, kralenweven, macramé, stofschilderen en draadspanwerk. En een complete cursus tapijtknopen. À jour om de schouders. Op modefoto's zijn ze vaak te zien. Vierkante schouderdoeken met een kantachtig effect. Meestal zijn ze machinaal gemaakt, maar ze kunnen ook met de hand worden gebreid. Om dat te bewijzen hebben we twee voorbeelden gemaakt die iedereen gemakkelijk kan namaken. Vooral het donkerste sjaaltje is eenvoudig. Het is namelijk helemaal in de pauwensteek gebreid. Het lichtgekleurde sjaaltje is uitgevoerd in ajourpatroon en wordt aan de hand van een teltekening gemaakt. Dus dit is het lichte patroontje. En dit is het donkere patroontje. Voor deze sjaaltjes dus. Geknipt voor mannen. Die heeft er zin in. Nou, zo te zien vindt hij deze trui wel aardig. Hier vindt hij niet veel aan. Dit gaat ook wel. En deze bevalt hem het beste. Ik snap hem denk ik ook wel. Fijn gebreide, niet al te ruime truien met kleine motiefjes. Modekenners tippen ze voor het nieuwe modeseizoen. We beginnen met een V-hals in fantasiepatroon. Nog een V-hals trui die gemakkelijk
onder een jas gedragen kan worden. Ook aan de mannen die houden van een trui met kol wordt gedacht. Een fijn motief voor een fijn model. Alle beschrijvingen staan in het werkschrift. Ja, dat is dus bij alles wat in dat boekje staat. Hè? En dat vond ik eigenlijk ook wel fijn aan deze boekjes die ik dan gekocht heb. Dat alle werktekeningen er ook nog bij zitten. Maar vaak heb je ze ook zonder werktekeningen. Omdat die dan gebruikt zijn of eruit gehaald zijn of wat dan ook. Nou, een houten ladekastje van Ariadne. Om alles netjes en ordelijk in op te bergen. Zo'n kastje kostte maar 70 gulden. En daar kwam dan nog 8,50 gulden van zendkosten bij. Dat is toch aardig wat geld voor die tijd dan. Ik snap wel waarom dat in die tijd mensen nog heel veel dingen zelf maakten. Tenminste, als ik bij ons thuis kijk. Mijn vader was heel handig, mijn opa was heel handig. En er werd echt heel veel zelf gemaakt. Nou. Reclame voor telefoons. Oma, weet je wat ik vandaag op school heb gemaakt? $0.16 per gesprek. En voor veraf $0.16 per driekwart minuut. 'S Avonds en in het weekend half geld. Nou. Ja, ik weet niet, ik had in de tijd toen ik net naar school ging, dus dat was al een jaar of 4, 5 geweest zijn, had ik een vriendinnetje waar ze thuis nog geen telefoon hadden. En nu heeft ieder gezinslid een telefoon, die je ook nog eens mee kunt nemen. De biotex. In je sport, je spel, je werk heb je dikwijls vlekkenpech. Bodyvlekken, eerste hulpvlekken, chocoladevlekken, nou eigenlijk nooit last van. IJs- en sorbetvlekken, straatvuilvlekken en melkvlekken. En die krijg je dus zo weer weg met de biotex. Dit is reclame voor het blad Marion. Reclame voor de nieuwe Teliak TV-cursus. Klusjes in huis. Eerst zien, dan lezen en daarna zelf doen. Handiger kan het niet. Een spultrap geeft ruimte en sfeer. Een zelfbouwtrap. En hier ook nog reclame om zelf een handwerk speciaalzaak te beginnen. Handwerken van Eva Rozenstand. Borduurlappen, bellenkoorden, en hier een kussen, schilderijtjes. Ja, dat is natuurlijk reclame dat je die handwerkpakketten kunt bestellen, maar ze zijn wel mooi hoor. Het Ariadne spinnenwiel. Voor slechts €199. Gulden. Je kan ook in termijnen betalen. Een hele schapenvacht spinklare wol. Kaarden. Strijkpatronen voor smokstippen.
nog een heleboel reclames. Nou, dit is toch helemaal aan de prijs voor die tijd dan, hè? Een antieke eiken weefgetouw. Ongeveer 200 jaar oud. Compleet en weefklaar. Tussen de 1100 en de 1475 gulden. Okay, je hebt het vraag- en aanbodhoekje aangeboden. Een weefgetouw, 4 schachten, 6 trappers. Bij mevrouw Kip op de Patrijslaan. Gevraagd, oude Ariadnes vanaf 1947 tot 1973. Oh, gaaf zou dat zijn om die te hebben. 1947. En dat vraagt mevrouw E. van Ooyen. En mevrouw H. Kramers vraagt oude Ariadnes tot 1960. En een aantal patronen vraagt ze. Wordt dat om de Paasap Breigids en de Paasap Internationaal Breiboek gevraagd. Wie vaait 2, 4, 6 trappers? Moeilijk te spinnen, schone gekleurde schaapswol ruilen voor gekaarde schapenwol. Wie wil tegen billijke voeding mijn grote effen kleed afborduren? Ja, dat kan natuurlijk ook, hè. Ben je zelf ergens aan begonnen en krijg je het niet af? En dan vraag je of iemand anders het af wil maken. In het maartnummer. Kijk, en zo'n dingen, die haalde mijn moeder vroeger ook altijd voor me uit de Ariadnes. Want dat kon ik heel goed naborduren. Die is wel heel leuk. Ja, dat gaat er natuurlijk wat er in het, hier staat niet te zien, in het maartnummer. Ja, dan gaan we natuurlijk richting Pasen. Ja, leuk. Nou ja, het maartnummer, dat krijgen jullie dan volgende week te zien. Als laatste nog van deze maand. Ook deze maand weer een extra trui van Ariadne. De keuze viel op een ontwerp dat doet denken aan een lieve herfstbeestje. Ja, inderdaad. Ja, leuk. Nou, die kan weer dicht voor een maandje. En volgende maand gaan we verder. Nou, dat was weer een heel boekje uit 1978. De Ariadne. Februari. Leuk dat er ook wat carnavalsdingetjes in kwamen. Er waren dan niet echt dingen die ik nu zou gaan maken of aan zou trekken. Maar goed, inspiratie is natuurlijk altijd welkom. Vond je dit een leuke video? Dan zou ik het heel leuk vinden als je ook even op dat duimpje drukt. Want hoe meer duimpjes, hoe meer interactie er is. En hoe meer YouTube denkt, oh ja, die video wordt goed bekeken. En dan komen mijn filmpjes bij zoekopdrachten ook sneller tevoorschijn. En verder zou ik van jullie willen weten, wat vonden jullie het leukste in deze Ariadne? Of het mooiste, of het speciaalste, of het gekste? Zaten er dingen bij waarvan je zegt, die zou ik nu ook nog wel willen maken? Of zeg je van, laat het allemaal maar fijn in 1978? Ja, daar ben ik wel benieuwd naar. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En ik hoop jullie snel te zien bij een volgende video.